Zo, motoren staan weer klaar. We gaan weer een fijne stukje rijden. Dan gaat hij filmen. Zie je, nou filmt hij. Ja. En als ik dan weer druk, moet hij uitgaan. Hey, zonnetje, waar ben je nou? Ja, dat is niet zo grappig. Die was wel helemaal gaaf. Ik heb daar nou echt super veel zin in. Nou, ga je ook mee dan? Ja. Nou, dan ben ik lekker mee. Vrouwen op de weg, daar ben je lekker mee. Gelukkig mis ik een paar vrouwelijke grens, dus dat tilt. Ik kom er niet aan. Oh. Nou, dat zou ik toch wel zien, want je wordt gefilmd nou. 70? Zijn ze niet goed? Nou, die rijdt zeker geen 70 die nou inhaalt. Nee. Want dan kan niemand, wij rijden al 80. Ja. Nou, te tellen dan, hè. Ik reed 82 op. Ja. Er stond daar een bordje 30, maar die was ongedonderd. Ja, dus die hoef, dan hoef je hem niet te volgen. Nee. Nou, het is gewoon omdat er geen lijnen meer zijn hier. Ja, ze hebben de weg niet goed, maar er zijn ook geen lijnen meer. Nee. Ja, ze proberen er allemaal toch nog wat van te maken, zeg maar. Ja. Met overal opnozen en... Ja, nee, zie je overal de bordjes weer buiten. Ze weer proberen wat te verkopen. Ja. Oh, die heeft ook nog een beetje werk. Lijkt mijn huis wel. Helemaal niks. Daar, links. Ja. Met een zilver dak of een glazen dak, weet ik wat het komt. Ja. Oude Peugeot bedoel je? Ah ja, weet ik niet. Misschien is het wel een groentje nieuw, ik heb geen idee. Nou, hier in Tsjechië, iets nieuw. Nou ja, het zou kunnen. Ja, maar het is niet zo. We hebben dat bomenpark ook nieuw gebouwd. Nee hoor, die bomen die. Ja, die geocache. Geocache. Ja. Klopt. Zag je weer een bocht? Nou, ging iets. Je ging iets te langzaam. Mijn gevoel ging iets hard. Hey, losse handjes. Losse handjes? Ja. Doe eens normaal. Heb je TomTom al staan, dan zie je toch dat het een flauwe bocht is.
meestal buiten zetten. Ja. Nou, hebben die bankstellen hier wel eens gezien in de winkel? Zou ik ook buiten zetten? Die moet ik niet in mijn woonkamer hebben. Ja, dat is waar. Daar krijg je wel een punt. Helemaal geen water zo wat, hè? Echt een inimini stroompie. Ja. Maar als het echt een onwijs is, maar kan je nou hoe lang er al geen water meer gevallen is, want er staat gewoon gras. Ja, ja, ik stond even. Ik was het even beter aan het bekijken. Er mogen wel eens grasmaaien in die sloot. Zo, ja. Zo dan. Staan er daar onkruid in? Ze zeggen dat het dat ook dit jaar eten zo onwijs duur wordt. Omdat er echt bijna geen regen is. Ja, ja, zoals ze al zeiden. Dus 500 jaar. Niet zo droog geweest. Ja. Hebben wij weer. Ja. Nou, daarom lag er ook geen sneeuw natuurlijk. Nee. Het was ook gewoon veel te warm. Ja, want die sneeuw tellen ze natuurlijk gewoon mee als neerslag, ja. Dat is ook gewoon niet geval. Een keer water. Ja. Ja, 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 dat was hier ergens weer. Ja, hè, kijk, aan de koffie. Wat heb jij weer uitgespookt? De koffie is 15. Ja. Ik gooi er 18 kronen in. Ja. Dus dan moet ik 3 kronen terugkrijgen. Ja. En wat krijg ik terug? 18 kronen. Dus de koffie was gratis. Kijk, dat is een oplichter. Die vorige keer deed je het ook al, hè? Ik niet. Die. Platvlieg. Is je afstandsbediening geperd? Ik ben aan het filmen, dus volgens mij doet hij het. Makkelijker als dat ik dacht. Ging het toch zo, was toch de bedoeling? Geen idee, niet gezien.
is moeilijker. Ja. Ja. Mensen allemaal weer bij de vakantiehuisjes. Ja. Nou ja, het is lekker weer. Ja. Ook weer aan het iets met je hek aan het doen. Wow. Oké, als je hier omhoog moet met de fiets. Ja, zie ik even niks in. Nee, ik kan me heel iets voor voorstellen. Ik ook niet eigenlijk. Nou, die vrouw ook niet meer, die stopte er ook mee. Ja. Ik ben er klaar mee. Ik denk, wat staat daar nou? Stond er een manneken? Ja, met een mondkapje. Met een mondkapje. Wow. Kijk, 12 graden, dat is altijd mooi. Hartstikke vlat. Doet, ja. Dan neem je dus dit soort weggetjes. Ja, ja, ja. Want je had namelijk ook gewoon langs de rivier kunnen blijven rijden. Ja, ja. Want nou komen we gewoon volgens mij weer bij de rivier uit. Ja. Ja, maar het scheelt dan een paar meter, maar je kunt natuurlijk echt mooiere wegen. Dus dat is een goed idee voor... Moet daarheen. Voor de volgende keer. En je ziet ook gelijk of je goed bent gereden. Ja. Ja, dat is wel makkelijk. In plaats van dat ze gaat zitten met drie horen. Ting, 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 ting. Dat schrik je ook rot hoor, als die ineens komt. Ja, als die ineens gaat zitten tingelen. Ja. Want als je net die weg had rechtdoor gereden volgens mij, langs waar de benzinepomp was, dan had je gewoon hier uitgekomen. Ja, maar dan had je niet die mooie weg gehad. Nee. Komt een grote vrachtwagen aan. Daar zijn ze het ook verkeer aan. Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Wat beter gekunst. Ja, het is gelukkig ook niet gefilmd. Nou ja. Daar kunnen we ook bijna. Ja. Na deze blauwe. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want rij je gewoon niet op dezelfde weg. Ja.
hetzelfde als 2 weken geleden. Ja. Maar we rijden een compleet andere weg. Ja, ja. Ja, maar nou komen we misschien ook bij die dam, man. En toen ben ik daar niet geweest. Nee, oké. Dan hebben we me daar een beetje rondjes laten rijden hoor, om een dam heen. Dat is ook wel heel fijn. En het wordt gefilmd, dus als het je nou weer niet lukt, dan mag je de volgende keer niet meer mee. Dus ik zou die dam maar eens vinden als ik jou was. Anders ben ik daar helemaal klaar mee. Ga je hier fietsen terwijl er echt langs de rivier een prachtig fietspad ligt? Ja. Dat, ja, dat snap ik ook niet echt, nee. Nee. Of misschien en dit deel nog niet, dat zou kunnen, want hier zijn nog meer fietsers. Ja. Ja, er was één gedeelte toen waar je hier overheen moest, hè? En dan kon je weer terug de, zeg maar, de berg in. Ja. Dat hadden wij toen ook, dus dat klopt. Een of andere afgraving daar zo. Ja. Echt heel apart. En dan midden, eigenlijk midden in de stad. Ja, dat is heel vreemd. Het ziet eruit inderdaad als een steengolf of zo. Ja. Een heel stuk eruit, uit die berg gehaald. Je denkt dat je daarheen moet. Ja, dat was goed. Dat had ik goed gezien. De eerste afslag, maar dit was de busbaan.
Hier moet er heen. Okay. Had niet helemaal gemogen, maar het was niet zo heel duidelijk. Oh, en dan nu daarheen. Nou, volgens mij had je gewoon rechtdoor moeten. Dan zegt ze 100 meter links, dus we hebben het toch goed gedaan. Okay. Oh nee, rechts. Ja, dat zeg ik. Je had gewoon rechtdoor. En nou hebben we hier van die rare trolleybussen. Ja. Oh ja, dan moeten we ook nog om gaan keren. Sorry. Oké, poging 2. Gaan we weer? Ja, we gaan weer. Bijna. Je standaard is nog niet geklikt, hè? Oké, geen auto. Nop, gaan. Ja, neem de middelste maar in. En dan zegt ze ook nog recht afslaan. Maar dat kon helemaal niet. Echt wel. Zo goed doet het mini-hotel het niet. Nee, niet echt.
heb echt werkelijk waar geen neemde derde links. Nou, hier niet in ieder geval. Links afslaan. Nou, ik wil niet lullig doen hoor, maar dat was daar, kon daar toch niet links afslaan? Nee, meestal als je een bordje ziet, dan kan je niet links. Nou zegt ze zeker dat je moet omkeren. Geen, ik heb werkelijk maar geen idee. Hm. Na 600 meter zegt ze nou dat we naar links moeten. Ja. Hier hebben we toen ons regenpak aangedaan. Ja. Oh, dit noemt ze. Oh, dit noemt ze ook gewoon links. Ja, 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 ja. Dat je dan, als je dit, deze weg bleef volgen, dat je dan zo de grens overrijdt naar Duitsland, maar dat zal dan wel niet. Ja, ofwel, als ze ineens Duits tegen je praten, dan is het niet goed gegaan. Die auto doen. Ik zie hier echt veel werk, Belin. We moeten gauw weg hier zo. Dan gaan ze vragen of ik kom helpen. Dat moeten we niet hebben. Ik ga morgen wel even kijken of ik, of ik zo'n kerkje kan kopen waar die dikke man van Van je zonnebril, ja. Van mijn bril. Ja. Want ik zie gewoon niet zo goed meer zonder bril. Nee. Dat is gewoon irritant. Thank you.
gewoon doorrijden. Filmpje blijf ik gewoon filmen. Nieuw. Motormuis. Thank you.
En? Ben je alweer iemand aan het oplichten? Nee, want er is hier geen koffieautomaat. Hmm. Oké. Okay. Ja, misschien iets verder naar de weg. Wow, je tasje staat open. Ja, dan zijn we al 13 kilometer dichter bij die dam dan vorige keer. Want toen was 30 kilometer elke keer. Ze komen er wel. Ja. Misschien niet vandaag, maar een keer komen we er. Nee, vandaag. Oké. Okay. Ik zeg dat we er vandaag komen. Ja, dat zegt me niks. Jij koopt gewoon extra benzine en dan blijven we gewoon net zo lang rondjes rijden dat we er toch zijn. Ja, zoiets. Oké, okay. Nee, dan is het goed. Ja, vlaaien. Vlaaien? Daar moeten we heen. Oké. Okay. Koeien vlaaien. Goeie bordjes, bochten zegt hij. Bochten willen we zien. Ja, hoe is dat? We kunnen we oefenen. Nou, dit zijn ongeveer de bochten die je in Italië krijgt. Maar dan iets schuiner omhoog, zeg maar. Maar wel zo, ongeveer zo scherp. Als je dat 10 hebt gedaan, weet je het. Ja. Ben je misschien 9 keer gevallen? Ja, dat bedoel ik maar. Nou, dat film ik dan ook natuurlijk gewoon. Dat is dan wel weer leuk voor de kijkers, zeg maar. Ga ik al mijn vrienden uitnodigen om te kijken, dus dan kijken er misschien één.
er links van staan. Oké. We zullen het doen. Een flippie. Zie je, die ging al een stuk beter. Ja. Ik heb het niet gezien, maar het zal. Dan ben je helemaal een stoute motor dat je het niet hebt gezien. Ja, ik zat naar een hondje te kijken. Naar Flippie. Ja, ik zag ook Flippie met een andere kleur. Ja. Hij was bruin. Wauw. Nee, joh. Er komt veel te ver naar buiten. Ja, en kun je anders rijden? Er komt er niks aan. Nee, maar als er wel wat aankwam, was ik een vlotsling geweest. Ja. Als. Gaat iets te vroeg naar binnen, dat is het probleem. Je moet iets later, je moet eigenlijk, ja, de bocht verder uitrijden eigenlijk. Je gaat iets te vroeg, wil je al naar binnen. Dat moet je niet doen. Cool, man. Wat was dat nou voor een rare bocht? Ja. Kijk heel hard doorheen, dat is leuk. Kombocht. Ja. Zitten in Amerika. Ja, dat was echt een rare bocht. Ja, maar hij gaat wel heel lekker, hè, als hij weg zo loopt, ja. Wat gebeurt, is dat nou raar? Ja. Zal ook niet goedkoop zijn hier, die vakantiehuisjes? Dat denk ik ook niet, nee. Oeh, gaatje weg. Eén gat, zij gaat er doorheen. Ja. Je kan niet zeggen dat het niet zo was, want het is gefilmd. Zo dan. De wandelclub. En een hoop en de politie. Ja, maar dat is logisch. Kijk of alle mensen zich aan de afspraak houden. Ja. Stel hier. Als je met een gewone
Zou dit die vijver zijn? Nee, dit zal wel weer een andere vijver zijn. Vijver? Er liggen 3 druppels water in een weiland. jongen. Ja. Ik niet in ieder geval. Nee, maar je ook niet toen je nog heel veel fietste. Heel. Nou, eindelijk het water te zien na 2 keer. Ja, we hebben het eindelijk. Zie ik eigenlijk het water staan er allemaal bomen voor, heb ik weer. Maar bijna tot die klote dam gevonden. Ja. Ah, we hebben de dam gevonden. Eindelijk. Nou, meneer gaat uitleggen waar we zijn. Ik zou zeggen gewoon hier, maar goed. Dat schijnt niet zo te zijn. Want we zijn daar, zegt ze. Ja, dat is nog alsnog hier, maar... Hier? Ja. Hier is Duitsland, daar mogen we nou niet naartoe. Dat is een beetje jammer. Mag wel, zolang ze je maar niet pakken. Nou ja, de grenzen zijn dicht. Oké. Okay. En hier wonen wij. Oké, okay. Hier is je op de grond, zegt ze. Ja, nou, ik niet hoor, maar alleen. Dus kijk, het was best kijk hier, die zwerver. Het was best een eentje rijden. Oh nee, we zijn al goed. Ja, we zijn hier wel over niet geloof. Oh nee, we zijn over Klinie gekomen, toch? Geen idee. We zien het wel. Ja, volgens mij gaan we nou gewoon dezelfde weg terug. En dit moest en dat moest. Ja. Ja, dat was een lekker stel daar zo. En hij heeft zwaar de kleren erin. Ja. Hun lekker op de motor. Hij zat echt naar je te kijken van, volgens mij doe ik iets fout. Nou, daar had hij wel een punt. Dat deed hij ook. Ja, dit is ook leuk. Ja, ja, en dan had ik het tenminste achterop een zitje gehad. Uh-huh. Nee, dan denk ik dat je leven ook gewoon anders ingericht wordt. Ja, dan ga ik gewoon lekker alleen rijden. Ja, dat bijvoorbeeld of iets anders, maar dan denk ik niet dat je heel gauw weer. Ik denk niet dat je al heel gauw twee motoren hebt en een kind. Nou, wel een bordje dus. Ja,
kijken of we geen voorrang hebben of de een of andere duistere manier. Dus je rijdt nou voorrangsweg op. Oké, ja, dan heb ze toch wel een punt natuurlijk. Ja, ze heeft nou op. Gaan we nog? Of, ja, we gaan. Oh, nee, ik denk al. Zoveel film heb ik nou ook weer niet. Op, zat je te wachten op dat verkeer wat er langs reed? Jongen. Dan zie je dat je heel veel mooie plekken hebt om te rijden hier in, ja, in Tsjechië. Dus dit jaar kunnen we prima hier ons 10 dagen van maken. Echt geen probleem. Dat is ook zo. Die zijn aangehouden. Dan hebben die te hard gereden. Ja, dat weet ik wel zeker. Zie je nou, zijn aan de andere kant. Ja, cool. Dan konden we helemaal ronddraaien. Ja. Dat is toch leuk? Ja, zagen we net daar lopen. Ja. Ja, die zijn gewoon overgestoken natuurlijk. Die zijn overgestoken. Die zijn die dam overgestoken, ja. Ja. Die lopen waarschijnlijk een rondje. Ja. Ja. Ook zo wel een benzinepomp tegen of zo. Ja. Als we weer in een dorp zouden.
zijn. Ja, zijn we bijna bij een stad. Ja. Oh, wacht, ik moet even wachten op die vlot vliegen. Maar komt hij van links? Ik heb voor. Ja, ja, je hebt voor. Moeten we gelijk denken? Nou ja, kan. Ja, ik hoef nog niet. Ja, we kennen beter, maar dan hebben we maar vol. Dan weten we zeker dat we gewoon makkelijk thuis komen, zeg maar. Ja, toch? We kunnen beter tanken. Ja. Gelijk nog een bakje koffie voor me meenemen, dus krijg ik ook nog wel. Dus. Oh, doe ik nou? Dat weet ik ook niet. Ik weet niet waar jij heen gaat. Ja, maar... Nou, stuur dan gewoon. Ja, zo, ja. Zeker weer één voet op je stepje nou? Nee. Maar nou zei je dat het ook niet hoeft als ik zoiets deed. Nou, dat zei ik niet helemaal, maar dat is een ander verhaal. Zo? Ja, schitterend. Oh. Helemaal weer gaan doen? Niks. Het is gefilmd, hè? Met je niks. Jij doet altijd niks en dan gebeurt er altijd wat. Zo knap. Ja. Nee, ik wil het niet kennen. Mooie natuur. Jongen. Zitten we ergens in Tsjernobyl of zo? Echt waar, met die Malinke even wel op stap hoor. Je komt alleen gloeiend terug. Je gaat licht geven in het donker. Dat is toch lekker makkelijk? Ja, dat wel. Heb je geen hoofdlampje meer nodig? Nou, ik koop wel gewoon een hoofdlampje. Vind ik iets beter. Even wachten, ik ga het even filmen. Een kasteel. Nou, mooi hoor. Volgens mij ben jij gewoon een spookrijder. En we mogen weer slalommen op de snelweg. Dat is leuk. Hey. Dat ziet er hier niet echt best uit, nee. Ook niet een onderhoud aan de weg zo te zien. Ah, ik krijg een nieuwe brug. Ja, ze gaan natuurlijk weer een nieuwe brug maken. Uiteraard. Uiteraard. Stel je voor dat ze een keer geen...
Je hebt ineens een BMW-vriend. Ja, die blijft van bij ons, want die zijn nooit alleen. Nou, die gaat er zo voorbij hoor, dat duurt niet lang. Ding. Ja, ik ga even staan op mijn motor. Ja, ik ben hem aan het filmen. Hij zegt moe. Moe. Bla bla. Dan maak ik hem ook bla. Ja, het is een slachterij. Volgens mij nog nooit gereden. Nee, daarom zei ik ook van kom gaan, nemen we deze weg terug. Zou je niet op je eigen baan blijven, Melin? Ja, dat probeerde ik niet. Nou, dat probeerde je niet.
natuurlijk, maar dat mag toch ook? Maar ja, dan hebben er echt van het weekend nu echt gewoon veel auto's gestaan. Ja. Ja, ze hebben een tent buiten gemaakt, joh. Voor de koffie? Ja.